ME-patiënten hebben dinsdag op het plein in Den Haag gedemonstreerd voor erkenning van hun ziekte. Ze willen ook dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken en de behandeling van ME, beter bekend als de vermoeidheidsziekte. Ook in andere delen van de wereld gingen ME-patiënten de straat op onder de naam Millions Missing. En ze hadden lege schoenen bij zich voor hen die er niet bij konden zijn omdat ze te ziek zijn. Wereldwijde protest Millions Missing. Dit wordt in 24 steden over de hele wereld gedaan en voor het eerst in Den Haag. Wij laten hier de lege schoenen zien van de patiënten die missen omdat zij de ziekte ME lijden. En geen stem hebben, zich niet kunnen laten zien, die niet kunnen komen omdat ze bedlegerig zijn of huisgebonden. De lege schoenen met de labels vertegenwoordigen de mensen die de schoenen hebben ingestuurd. En op het label staat wie ze zijn, hoe lang ze ziek zijn en wat ze missen in het leven. De Haagse Marlies de Groot, zelf een ME-patiënt, wilde dinsdag koste wat kost bij de demonstratie aanwezig zijn. Ook al moest ze daar al haar energie voor geven. Wanneer ik iets over mijn grens ga, krijg ik 24 uur later een zogeheten crash. Aldus Marlies. Marlies heeft er deze crash voor over omdat ze het belangrijk vindt erbij aanwezig te zijn. Het is belangrijk dat we gezien worden.